spiekbriefjes. We gaan naar de wasstraat. Maar ook nog eens gerepareerd. Feestnaar was gebroken. Ja, cookies. Maar er is de cookie-wetgeving is deze maand ingegaan. We willen eigenlijk niet dat Jan en Alleman onze burgers kunnen volgen. We gaan het absoluut onmogelijk maken voor onze vrienden van statistieken en van de marketing om ook maar iets te doen met gegevens van burgers. Ja, dat is wat je hoort van marketeers. Ja. Wat is het nou echt? Op je computer staan allemaal kleine bestandjes. Websites helpen om dingen voor jou te onthouden. Wat je in je winkelmandje hebt zitten. Die dingen zijn toch niet verboden? Je mag functionele cookies hebben. Maar zodra jij iets gaat onthouden wat niet voor de consument functioneel is. Ja. Dan mag het niet meer. Ja, en is dat erg? Dat is erg voor mensen die geld willen verdienen van consumenten. Wat marketeers zeggen en sommige contentmakers. Wij kunnen niet meer dingen gratis aanbieden. Want wij leven van geld die door banners wordt gegenereerd. Banners kan je toch ook gewoon tonen? Je hebt er helemaal geen cookies voor nodig. Dat is het geheim van de banner mensen. Die doen meer dan alleen maar banners opleveren. Die volgen jou ook rond. Ik snap niet zo goed wat er slecht aan is. Even. Aan deze wetgeving. Want ik hoor alleen maar eigenlijk positieve dingen. Bedrijven mogen burgers niet meer ongevraagd volgen. En dat zou ineens slecht zijn. Dat mocht nooit. Nee. En op het web kon het ineens en was er geen wetgeving precies. voor. Stel je voor dat de hele tijd een auto achter je aan blijft rijden. Dat doet het trouwens. Hè? Op het web heb je het niet door. Kijk, ik snap wel dat marketeers en mensen die van statistieken leven, dat die hier een beetje van balen. Als we hun verhalen moeten geloven, dan is er een miljardenindustrie gesneuveld. Whatever. Statistieken werken ook zonder cookies. Je kan de boel anonimiseren. Want alle data die zij binnenkrijgen, die is specifiek. Als een berichtje van jou naar die van de statistiekenboer gaat, dan zit jouw IP-adres eraan. De wetgeving vindt dat al een individu. Wij kunnen het IP-adres niet volgen. Cowboy-tijd is misschien wel over. Het internet wordt volwassen. Er is deze wetgeving, maar er staat eigenlijk nergens hoe het gemeten wordt. Het is nu heel erg moeilijk om te kijken hoe het gaat worden beoordeeld. Ja. Ja, dus het gaat over wat voor data dan ook, die niet voor jou op jouw computer of op jouw mobiel wordt gezet, die mag daar eigenlijk niet meer wonen. Ja, maar er zitten hele evil dingen zitten daarin, of vergis je niet. Flash cookies bijvoorbeeld, die zijn gewoon echt door en door slecht. Dat is niet te verwijderen. Als jij één keer Flash installeert, geldt dat voor al je browsers. De privacy instellingen van Flash, dat doe je bij Adobe. Alle Nederlandse websites die ook maar leven van de inkomsten van bannerboeren die cookies gebruiken of zelf dingen doen met cookies. Oh, we gaan allemaal op zwart. We gaan nu aan de consument overbrengen dat wij moeten leven van cookies. Internet Explorer 10, dus een browser header is er voorgesteld en dat is de Do Not Track. Header. Ik wil niet gevolgd worden. Maar dat is dus de bedoeling. Websites daarna gaan luisteren. Internet Explorer heeft bedacht. Do not track staat standaard aan. Daar werd heel negatief op gereageerd. Niemand wil gevolgd worden. Dit zal zeker ook heel veel business innovatie opleveren. Er zijn een heleboel contentmakers die op dit moment leven van bannering. Alle bannerboeren die gebruiken cookies. En als jij contentmaker bent en jij leeft van dus een dienstverlening als noemen ze wat dubbelklik of zo, dan kan je niet de dienst afnemen die geen cookies gebruikt. Dus je bent fucked. Maar ben jij dan strafbaar of zijn die adverteerders strafbaar? Maar dat is niet relevant. Of je nou strafbaar bent of plotseling geen geld meer kan verdienen, dat is allebei niet leuk. Volgens mij Google Analytics heeft al een voor Duitsland. In Duitsland mocht al een tijdje absoluut geen IP-adressen en daar mochten al een heleboel dingen mochten niet. Dat is al zo. Ja. Ik weet niet of jullie wel eens Jeff Jarvis volgen. Hij draagt Duitsland een warm hart toe en die noemt hij altijd Blurmany. Het is een beetje alle gebouwen in Duitsland op Street View die zijn geblurred. Ik vind dat echt heel erg tof. Dat als ik ergens naartoe ga, dan kijk ik altijd eventjes op de kaart en daarna kijk ik even naar de omgeving zodat ik het herken. Hartstikke handig. Je geeft wel al die data aan een Amerikaans bedrijf en dat betekent dat je het automatisch aan de Amerikaanse overheid geeft. Dus de nieuwe biometrische paspoorten, de data daarvan wordt behandeld door een Amerikaans bedrijf. Je hebt het nu over Nederlanders. Ja, Nederlanders. Ja. Alles wat daarin staat, staat nu bij de Amerikaanse overheid. De overheidsdata mag niet in Amerika wonen. Maar dat is dus niet zo. Ja, frappant. Nogal. De standaard zou moeten zijn, volg me niet. Het is helemaal niet slecht dat die cookie-wetgeving er is. Het is vervelend voor de mensen die er geld mee verdienen. Ja. Die moeten even wat anders gaan verzinnen. Ja. Blog-ondertekeningssessies. Ja. Sommige contentmakers die doen wel heel erg schijnheilig erover. Onze gebruikers die gebruiken cookies en er staan video's en die gebruiken cookies. Onderaan de lijst stond van, oh ja, en we hebben ook nog banners en die gebruiken ook cookies. En daar gaat het eigenlijk om.
Hey, het is een beetje rustig. Weg. Het ruikt inderdaad een beetje chemisch buiten. Ja, doe maar een gewoon was en drogen. Eén iemand zei, dit is de beste wasstraat ooit. Een collega moest heel hard lachen dat we zeiden dat we niet meer zoveel zin hebben om ons nek te breken. Dat is een heel klein clipje kunnen selecteren en dat kunnen delen met mensen. Hij is er helemaal gepolijst. Nee, juist niet. Is ook weer aan het bouwen. Komt vast weer een prachtige loods, denk je ook niet? Amsterdam vooral, die heeft echt nog een groot gebrek aan loodvormige gebouwen. Ik vraag me af of dat op een zeker moment een soort van status gaat krijgen, net als wat we aan de grachten in Amsterdam hebben. Sorry jongens, oh je zit op zo'n... Ik zweer het je, er zit nu alweer pop op. Mooi zijn, ik wil mijn geld terug. Ik vraag me echt af van wat er dan nog overblijft. Ja, nou ja, archivering is inderdaad. Die internetarchive heb je daar natuurlijk voor. Dingen als de Soprano's zou ik zo nog een keer kijken. Ik vind vooral dat het niet meer tastbaar is. Verontrust me een beetje. Devices, die zijn hartstikke tastbaar. Ja. En je hebt dus ook veel meer bij je. Maar ik denk dat de periode waarin het tastbaar is, dat ook weer korter wordt. Ik blader heel veel door mijn eigen fotosite. Dat is een leuke site trouwens. Het is heel nerdy. Ik gebruik fotosoftware. Toen was mijn site was gehackt daardoor. Ik wilde dus een goede fotolayout maken. En dat is moeilijk. De foto zo groot mogelijk tonen. Metadata tonen. Ik vind nog steeds Flickr. Vind ik nog steeds de meest fijne internet. En het heeft een hele krachtige zoekmachine. Ik weet niet of jij vaak Google gebruikt om te zoeken. Ik vind gewoon niet meer wat ik wil vinden. Zo, er komt een enorme motor op ons af. Het is gevaarlijk om te flitsen in een tunnel. Kijk, dus... Zo'n auto wilde ik gaan kopen. Oh, deze hier? Ja. De Jeep? Wauw. Ja, een 4x4. Ja, want dat heb je absoluut nodig in de stad. Dat heb ik echt nodig. Dus als iemand deze prachtige Mercedes wil kopen... Ja. Ik gebruik tegenwoordig DuckDuckGo. 7, 8 van de 10 keer vind ik ermee wat ik wil vinden. Ja. Dus dan zoek je naar jezelf. Ja. Ik vind mezelf dus altijd. Google weet dat ik mezelf ben. Van wij kennen je steeds beter, dus we weten ook wat voor zoekresultaten je wilt. Die stap, die klopt niet volgens mij. Laat mij dingen zien die ik nog niet weet. Ja. In de Daily Nerd staan dingen die ik niet weet. Vaste berichtgeving van nu.nl is veel relevanter dan nieuwe informatie die op de Daily Nerd staat. Ja, dat besluit wil ik zelf maken, dank u wel. Ik hoop dat ik hem kan instellen op mijn iPhone. Dat kan, maar dan moet je een andere browser nemen. Uh-huh. Maar je kan wel bijvoorbeeld iCap installeren. Dat is een goede browser. Ik vroeg me altijd al een beetje af waarom mensen zeg maar, hun eigen browser zouden willen maken. Omdat het kan natuurlijk. Facebook ook een eigen browser wil. Oh ja, die wil Opera kopen. Dat is heel interessant. Daar snap ik helemaal niks van. Nee, gigantisch marktaandeel op mobiel. Op de oude mobieltjes toch? Of iets minder smartphones. Het grootste deel van mobiel wereldwijd is op iets minder smartphones. En dus de bredere publiek is hetgeen waar Facebook op afgaat? Want Facebook die ziet van dat web... Dat wordt gewoon heel erg veel gebruikt. Ze willen eigenlijk wat er kan met native apps, dat willen ze met het web kunnen. Ze kopen aandelen in de wereldmarkt van browsers. Ja. Ze doen meer hoor. Het gaat ook over dat ze misschien wel een eigen telefoon willen. Dan wordt Opera ineens een hele belangrijke browser. Het is gewoon een commerciële organisatie die geld verdient met banners. Dat is ook interessant voor Facebook. Ze zijn redelijk idealistisch over het web. Nou, dat was het weer. Ja, doei. Doei.